Haboeboe. Welkom dames en heren bij No Limits nummer 15. Ja, en dit keer gaan wij een achtbaan spelen, namelijk Aapjes Houten Achtbaan 2. Het is ingestuurd door Koen Smeets, die heeft vorige keer ook aan mij een baan gestuurd. En dit keer gaan we deel 2 doen van de vernieuwing. Tot na de intro. Okay, people, let's go to work. Dat is natuurlijk wel het mooiste wat je ooit hebt gehoord. Aapjes Houten Achtbaan. Ik ken deze nog. Klopt, ik ken hem nog. Je ging schuin naar beneden. En ik ben benieuwd wat eraan vernieuwd is. Oh, hij gaat heel schuin, zie ik daar al in die bocht. Heel weinig decoratie. Jammer. Ik had wel wat boompjes willen zien. Jammer dit. Nee hoor. Het gaat natuurlijk uiteindelijk om de baan. Maar het zou leuk zijn als je er omheen kan kijken van... wat je allemaal ziet. Omgeving. Oh, wel lekker soepel naar beneden. Dat gaat goed. Dit vond ik het leukste van alles, dit. Grote bocht. Hier loopt hij niet vloeiend de bocht, maar wel gaat het op zich wel redelijk. Lekker stijl weer. Ik denk dat vooral dit is aangepast. Oh, shit. Hier een lekker stijl. Dit vind ik leuk. Het schommelen. Dat geeft zo'n echt vet gevoel. Ja, ik weet niet wat er helemaal veranderd is aan de baan. Ik denk wel dat schuine stuk wat je net zag. En ik denk dat er ook een aantal bochten zijn aangepast. Het station loopt nog altijd heel apart in een kromme bocht, maar dat maakt wel vet. Nou, dat ziet er wel leuk uit. Jullie gaan natuurlijk aan het eind van de video gaan jullie kijken van welke attractie welke het beste is van die drie die ik speel. Ik ga 3 achtbanen doen. En even kijken, nieuwe opnames. We gaan de volgende doen, dat is Gaia, maar daar zit niks in. Oké, die doet het niet. Dan gaan we naar Craig's Ranch Village Version. Zo. Hij geeft er allemaal fouten aan, hij kan dingen niet vinden. Misschien wel fell not found. Misschien wel object of zo. Ik weet niet hoe je dat installeert. Custom objecten, maar... Some files could not be found or loaded. Please check. Console. Ja, ik weet niet. Ik download het gewoon maar een achtbaan. Ik weet niet wat je nodig hebt voor objecten. Nou, dan laat hij ze maar niet zien. Oké, dit ziet er al echt heel vet uit. Mij bevalt deze thematisatie wel. Ik zie een grote parkeerplaats. Kijk, en dat bedoel ik dan met de vorige achtbaan, de Aapjesachtbaan, wat je allemaal kan maken. Dat is ongelooflijk. En we hangen hier, dit is een hangachtbaantje. Ziet er ook best wel cool uit. En het lijkt alsof die looping hoger is dan hij wordt toegetakeld omhoog. Hè? Als je vanaf deze perspectief ziet. Ik vind de omgeving wel echt fantastisch. Het lijkt net of er gewoon een hele parkeerplaats staat. Alleen maar voor deze achtbaan. Dat is echt gaaf. En ik zie leuke palmboompjes in de verte daar. Ja, we moeten wachten tot dat het karretje vertrekken. Dus ogenblik geduld. Oh, dit duurt echt heel erg lang. En ik geloof, de karretjes gaan nu eindelijk open. Nu kunnen mensen instappen. Ja, ik ga ze even instappen. Ja, ja, ja. Nou, ik zit vooraan. Dat is gelijk een mooie plekje, denk ik zo. En we wachten eigenlijk totdat die hekjes dicht gaan. En daar gaan ze, jongens. Dat betekent dat wij gaan vertrekken. Eindelijk, het heeft even geduurd. Bedankt voor het wachten. Het plateau gaat weg en wij... Dit is vooral altijd zo heerlijk soepel. Het is heerlijk om zo in een achtbaan te zitten. Natuurlijk wel beter als je in het echt zit. Maar dit is natuurlijk wel een van de realistische simulaties. Maar kijk hoe groot die looping is. Ja, nu lijkt het wel alsof we hoger gaan. Maar die looping gaat ook wel vrij hoog hoor. Maar hij moet het als het goed is kunnen halen. Dat denk ik wel. Een heerlijk hoge, steile bocht. Wow, ongelooflijk. Wee! Wat een vaart. Rafael van de Vaart. We gaan vaak onder de grond. Nog een keer, wauw. En nog een keer. Oh, er staat nog een achtbaan trouwens daar. Het is een soort park wat je hebt gemaakt dus. Heerlijk soepel.
En weer in de tunnel. Wauw. Gaan we er nog een keer in? Ja hoor, we gaan nog een keer in de tunnel. Ongelooflijk, wel een hele grote coaster trouwens. Ja, nog een keer natuurlijk. Wauw. Oh, dat zag wel heel vet uit trouwens hoor. Moet ik wel eerlijk zeggen. Kijk, we kunnen ook nog van de karretje veranderen. Oké, tof. Nou, dat was wel een hele vette coaster. We gaan met de laatste El Diablo. Dat wordt de laatste achtbaan voor deze keer. En dan mogen jullie bepalen welke achtbaan beter is. En ik krijg net een bericht van Koen Smeets live dat hij de verkeerde achtbaan heeft gestuurd. Dus de volgende keer krijgen jullie de nieuwe achtbaan te zien. Beloof ik in de video. Tof. Dit is heel apart. Dit wordt volgens mij een hele misselijkmakende achtbaan. De Diablo, een paarse coaster met een witte baan. Ik geloof zwarte ondersteuning of een beetje donkerblauw. Ik weet het niet precies. Ik kan niet goed zien. Maar het ziet eruit als een giga-achtbaan, als we het in de rollercoaster tycoon wereld moeten zeggen. Een lamp in de lucht. Misschien mist hij wel objecten of zo. Gaat hij op de kop een keertje? Dat zou heel raar zijn dat hij alleen in het begin over de kop ging. Je zou zeggen dat dan de achtbaan ook vrij veel over de kop moet gaan. Als hij in het begin al gelijk een soort kurkentrekker maakt. Helemaal niks. Oké. Okay. Nou, dat is vreemd. Deze achtbaan gaat... Oh, dit is wel gaaf, dat station zo schuin. Nou, ik vind draaien in het begin gaat eigenlijk alleen maar over de kop. Alsof dat er eigenlijk later ingeplakt is. Van zal ik maar een looping maken in de achtbaan. En gewoon aan het begin ga je gelijk die kurkentrekker in. Heel apart. Nou mensen, leuk zonnetje trouwens. Dat is wel heel vet. Bedankt voor het kijken naar deze video's. Nou ja, het is eigenlijk één video. laat even in de comment weten welke achtbaan voor jou heb gewonnen. En ik zeg zelf, ik denk de tweede. Want die was wel echt gigantisch vet. Vooral de omgeving. Bedankt voor het kijken. Doei doei!